Ongelooflijk hoe het verleden je plots inhaalt. Het kwam door die beelddrager die ik op de rommelmarkt heb gevonden. Ik begon de filmpjes te bekijken. Ik wist niet waar ik het had. Al die herinneringen. Ze kwamen mij op de schouder tikken en dwongen mij 13 jaar terug te gaan in de tijd. Sommige plekken herken ik. Andere beelden zijn genomen op plaatsen waar ik niet geweest ben. 2015. In Syrië was het al jaren oorlog en het werd erger. Ik wilde mijn vrouw Zara en mijn kind Wissam in veiligheid brengen. Als ik denk aan al die kinderen die door de zee opgeslokt werden, of die hun ouders zagen verdrinken, man. 10.000 minderjarigen die enkele uren na registratie niet meer getraceerd konden worden. Hoe kunnen nu zoveel minderjarigen gewoon verdwijnen? Wie veel voor jou betekent, betekent voor een ander niets. Ik zag hoe de Turkse Coast Guard bootjes probeerde te laten zinken. Een verdronken vluchteling kost niets. Na een tocht van 4 uren vol angst kwamen we aan op een van de Griekse eilanden, Lesbos. Een eiland. Waren wij dan niet op het vasteland? We moesten ons eerst registreren voordat we een ticket konden kopen om de ferry naar Athene te nemen. Er waren een beperkt aantal plaatsen vrij per boot. De meerderheid van de zitjes werd vrijgehouden voor toeristen die er niet waren. Het was buiten het seizoen. Er waren 2 boten per dag als het weer het toeliet. De wachtlijsten liepen op. We zaten vast. Het kamp was volledig opgebouwd door vrijwilligers. Sommige etnische groepen hadden recht op asiel, zoals wij. Maar anderen niet en dat zorgde voor frustratie. En allemaal verschillende talen die ik niet verstond. Dari, Pashto, Urdu. Communicatie was niet gemakkelijk. De verveling was het ergste. Oh man, wat hebben we ons verveeld. We probeerden de tijd door te brengen. Het leven moest verder. We maakten er het beste van. Ook voor Wissam was het allemaal wat veel. Ze was ook nog zo klein. Gelukkig had ik mijn smartphone bij. Daarmee hielden Zara en ik contact met onze familie in Syrië en konden wij het nieuws volgen. Er waren Westerlingen die hielpen. Velen spraken amper onze taal. Ik kon niet geloven dat mensen ons gratis kwamen helpen. De
dag van onze veerboot naar Athene. Het was de avondferry. Ik herinner mij vooral het geloei van de vertrekkende boot. Rillingen over mijn rug. Een handjevol vrijwilligers wuifden ons uit, riepen van alles. Ik verstond het niet. Ik zwaaide als een gek naar de mensen op de kade. De wind raasde door mijn haren en langs mijn oren. De wind van veiligheid. In Athene was de haven omgetoverd tot een immens tentenkamp. En wij beslisten dat we onze tocht verder zouden zetten via de Balkanroute. Ooit komt alles goed, zei mijn vrouw steeds. En als het niet goed komt, is het omdat we nog onderweg zijn. We hadden de bus genomen uit Preševo, Servië, naar de grens met Kroatië. Babska Palanka, een transitzone. De voet de grens over, op een andere bus gezet. Allee, 4000 mensen in een kamp dat ooit een stort was, bijgenaamd de jungle, omdat er dikwijls de wet van de sterkste heerste. Engeland was een droombeeld dat je kon bereiken door je in een truck te verstoppen. Met de kans vermorzeld te worden of te stikken. Elke nacht waagden zoveel mensen de overtocht. Je vraagt je af waarom ze het bleven proberen. Het kamp was er al zo lang dat de tenten huisnummers hadden. Nadien is het afgebroken en verplaatst naar een containerpark. Dames en heren, wij komen aan in Antwerpen Centraal, eindstation van deze trein. Antwerpen Centraal, eindstation. Dames en heren, voordat u de trein kan verlaten, zal deze trein eerst met een andere trein koppelen. De beelden hebben mij bewogen, zelfs na al die jaren. Ik denk dikwijls met heimwee terug aan mijn land, dat nog steeds verscheurd is. En nu nog voelen we ons dikwijls geconfronteerd met de insinuatie dat wij niet echt van hier zijn. Ook al werkte ik als linguist erg hard om de taal perfect onder de knie te krijgen. Maar van waar zijn wij dan wel? Mijn vrouw en ik missen Syrië zoals wij het vroeger gekend hebben. Maar mijn kinderen die hier zijn opgegroeid. Mijn twee dochters.
Naar waar moeten zij een boot nemen om thuis te komen? Wie gaat hen uitzwaaien met een bloedend hart, wetende dat de weg naar thuis nog heel, heel lang is?